Hé, wat hoorde opa? Kan je zo mooi draaien? Kon je zo mooi draaien? Ik hoor het wel, als je daar staat. Je hebt het in de koelkast. Ja. En dan moet je even wat glazen. Kijk eens aan. Dan gooien we de beentjes in de lucht. Want we hebben een koning. Dan gaan we de beentjes in de lucht gooien. Ja. Huppakee. Net zo makkelijk. Je hebt ook een rode onderscheiding. Ja, ook een rode. Koffie. Dan ben je buiten de film om nog omgerold. Ja, dat is ook leuk. Ja. Was je zomaar op je buikje gerold? Dat is ook leuk. Ja, ik ben benieuwd. Dit is een Italiaans bier. Oh. Hij film maken. Hij is wel heel druk bezig. Moet je wel vrolijk doen, Willem. Huh? Want deze film heet een comedy. Dit is geen drama, dit is een comedy. Dus je moet even in je rol duiken. Even doen alsof je het leukste bent. Ja. Echt zo'n even een kroontje op, dan weten we dat het op koninginnen zo'n schattige... Oh, echt... Oh. Oh. Ik denk dat hij meer gebiologeerd is door het bier dan door het kroontje. Ik ga zo naar de regio-drak zijn. Roep hem eens. Berend. Kijk eens in de camera. Nog niet allemaal. Ja, dat is leuk. 30 april 2013 en we kijken nu al... Verwereld jij zo in de kamer. Dus ik wil trouwens met Alexia. Ja, kijk maar, ik heb niks voor gereageerd. Terwijl hij naar mij had gemeld. Ja, wat zijn eigenlijk de plannen om het in te leveren? Toen dacht ik, waar stuur dan terug, zodat ik op dag heen kan. Ja, vervelend leuk. Jullie een beetje boos, ze rode wangen. Oeh, goed zo. Niet zo van, het was echt een beetje fijne kou, een beetje snapneus heb je. Ja, oeh. Dat is Willem. Ik denk dat hij zijn haar rood gevestigd heeft. Maar hij groeit toch wel langs de half jaar. Ja, maar het is wel jammer, want hij kan nu, zou dit eigenlijk heel goed kunnen als hij erbij kon. Als hij heel goed kunnen fietsen. Straks is hij misschien alweer toe aan een gewone... Aan een ofzo. Ja, eentje met trappers. Ja, zo een heeft hij ook, ja. Iets pakken, wil je ook een olijfje? Nou, volgens mij ziet hij lekker brood en, olijven, en Franse kaas. Lekker. Dat is lekker. Mijn vader, ja, sommige kinderen wel voor, want heel veel kinderen vinden chips ook lekker. Kleine kinderen ook. Zout en Daan vinden ook kaas bijvoorbeeld, vindt hij lekker. Dus ze vinden zout vaak wel lekker. Ah, ja. Die meisjes, hè, die kunnen ook het tweede couplet of dat andere couplet kon ze helemaal mee zingen. Wat zie je er allemaal? Echt? Daar ben je weer druk mee, hè? Dank je wel. Oververmoeid misschien. Ja, niet echt. Ik had achteraf best gekund. Oh! Beetje saai. Ja, dat liedje van Herman van Veen. Dat zei ik dat tegen jou, dat zij daar nog aan staan. Zij zit steeds naar hem te kijken, maar hij kijkt hem niet terug. Nee, hij kijkt helemaal niet terug.